Hey allemaal en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Minetopia. En dit keer wordt het weer een aflevering waarbij ik moet inspreken. Ja, hartstikke leuk. Niet echt dus. Ik ben met Grasblok en nou ja, dit stukje video zeg maar herhaal ik even een paar keer om jullie een leuke intro te geven. Goed voor mij hè. Ja, ik ben een pro in editen, not. Maar in ieder geval, wij zijn dus nu in Prison op het grasveld, op grasblokken, met grasblok, zoals jullie kunnen zien. En dit was de derde poging tot inbraak, denk ik. Nee, de vierde poging alweer. De vierde poging, dit is eigenlijk de eerste poging, maar nu is hij gelukt. Dus eigenlijk is het een soort vierde poging. Je kan via een andere kant erin komen. Kijk daarvoor even de vorige video. Nou, we zijn in ieder geval lekker op het grasveld aan het spelen. Nee, grapje. Wij zouden even naar Prison toe. We wisten niet waar we heen zouden. Maar we gaan in ieder geval naar Prison toe. Zoals jullie weten, mijn stem is niet opgenomen. Bij de vorige afleveringen ook niet. Echt kloten was dat. Ik baalde er echt van. Maar in ieder geval, we gaan nu kijken naar de video. En ik praat af en toe wel even mee. Hier begonnen we dus. Hoi. Hoi. Nou. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Heel veel. Oh ja, heel veel grasblokken, ja. Ik heb al dit gras even gemaakt. Nou, dat is fantastisch. Wij wisten even niet waar we heen moesten. Dus vervolgens gaat hij, denk ik maar, een route zoeken. Waar gaan we heen? Ja, ik was in een gat gesprongen bij een boot. Oh, Katie zat vast. Ik ben... Ja, echt wel. Katie zat dus vast eerst. Oké. Kijk. Oh. Nou. Daar is zeg maar een hele mooie toren. Laten we daar eens heen gaan. Oké. Er komt straks trouwens nog iemand joinen op TeamSpeak. Die praat best wel veel met Katie. Dus op een gegeven moment knip ik wel even wat stukjes eruit. Of versnel ik het. Dus ja, sorry. Bij, volgens mij is het nu een 9e delict. 9e delict? Oh, dat voor mij. Ja, ik moet via Openbaar Ministerie. Of Officier van Justitie. Als ik vastkom. Kan mij misschien 2 maanden opleveren. Kijk. En ik ben al ingebroken, dus ik ben heel benieuwd of ik gepakt word of niet. Nou, kijk. Nou, wat gingen we doen? Kijk, daar kan je waarschijnlijk ook gewoon overheen vliegen trouwens. Kut grasblokken. Daar, oh. Ja, en, dat zo. Kijk. En daar dan helemaal erachter nog, is dan de bezoekersruimte. Ik zag het niet, want ja, ik was nog niet boven op de berg, meneertje. Ja. Wat drinken. Ja, shit, er staat geen poortje open, maar dat maakt niet heel veel uit. Nou, dan komen we er dus ook niet in. Ja, willen we echt... wat gaan we doen? Dat weet ik niet. Dit is al zwaar illegaal en waarschijnlijk als we daar zijn is het nog meer. Ja, het is, we zijn toch al in overtreding. Dus dood gaan we toch. Oké. Wij gingen dus... Oh. Ik moest hem volgen. Nee, geloof me. Waarschijnlijk... Oké, kom. Oké, YOLO. Zie je die landingsbaan daar? Zo noem ik het even. Landingsbaan. Die helemaal rechtdoor gaat. Een landingsbaan. Ja. Ja, nee, het is geen landingsbaan. Het is gewoon een... Ja, geef toch eens aandacht. Oh ja, mijn hond zat ondertussen heel dat blaffen en te doen. Kijk, misschien moeten we iets dichterbij. Of, kan je het zien? Die weg daar gewoon. Weggetje. Maxime is weg trouwens. Oh, en nu is meer. Ik was blijkbaar even naar mijn hond, want ik sta stil. Dit is echt awkward dit. Ik baal echt van dat mijn stem niet is opgenomen. En ik ga volgende keer echt heel goed opletten of dat wel gebeurt. Want dit is zo zonde van mijn tijd. Even voor de barriers hier. Denk ik niet. Nou, dus ondertussen is hij aan het checken blijkbaar. Dit is echt awkward dit. Oh my god. Ik was echt een beetje boos op mijn hond dat hij de hele tijd zo boos zat te doen. Oh, dat was ik weer. Oh, wacht, Martje. Ik weet een betere manier. Volgens mij. Oké. Ik was het dus weer. Auw. Hoho. Dat is hier. Gras. Wat is nou weer? Oh. Ja. Oké, daar gaan we dan. Ik ga stukjes ook even een beetje versnellen, omdat... Oeh, ik viel bijna. Ik ging een beetje soms versnellen misschien. Omdat het wat lang duurde. Ja, maar... ga weer terug. Oh wacht, daar zit een laddertje. Erg geduld. Wacht, kan je naar boven? Nee, er zit een trapdoor. Ah. Oh wacht. Oh my god, ik kan naar de guardlockers waarschijnlijk. Oh nee, ja, nee. Ik kan naar de bezoekersruimte. En dan kan ik... Oh mijn god, zal ik dit... Nee, nee, daar kom ik niet meer uit. Ik, ja, joh, misschien nog zo... Ik snap helemaal niks van deze Donald Trump, echt. Ja, we moeten... Oké, ik ga weer terug als het lukt. Wil je echt inbreken? Of ben je er ook nog uit? Ja, en hier kon ik bij de shop natuurlijk prisoners zien. Dus wie zag ik als eerste? Het is... Hey, hallo. Matje. Hier. Katie! Hallo. Ze zegt niet eens hallo. Echt? Die pet maakt het. Die pet? Oh ja, ik had een pet op, ja. Dat hoor ik nu pas. Zo, wat een geboor. Zo, Katie. Oké, nou in ieder geval, ik kon hier prisoners zien en zij ging prisoners ophalen en vervolgens... Oh, lekker helikoptertjes, ze zoeken al. Shit. Oh, wat? Oh, hel. Ik hoor het inderdaad. Waar zijn ze? Oh, daar. Oh, wat? Waar? Ja, hier. Bij mij. Nou, in ieder geval, ik ga weer even doorspoelen tot er weer een leuk moment komt. Ja, volgens mij is de helikopter, ik hoor hem niet. Oh nee, ik weet het ook niet. In ieder geval, grasblok zit dus vast, zoals je kon zien. Oh, wat? Er komt nog een prisoner. Hallo. Oh, want als er gewoon ergens 6 mensen zeggen van... Er zit een prisoner. Wacht, zou ik mezelf dood kunnen vallen? Oh. En dan... Oké, een beetje over roleplay, maar... Het zou kunnen. Ik ga in ieder geval een beetje doorspoelen. Nou, dit heeft even een uitleg nodig. Ik was lekker aan het durpen en op een gegeven moment dacht ik van ik moet weer even terug naar glasblokje toe. Grasblokje toe. Hier kon ik niet inspringen, er zaten barriers boven, dus dat ging niet lukken. Vervolgens was ik even de opname aan het uitdoen en ik dacht ik ga even snel naar het grasblok en dan start ik het wel weer opnieuw de opname, maar... Wacht. Heeft iemand er even op? Ik was gevallen. Ik snel een soundboard opdoen die hierbij past. Oké, hier komt ie. I'm falling and I can't get up. Ben je daar? Sorry, dan past er wel heel goed bij. Waar zit je vast? Waar zit ze? Ik zat inderdaad vast. Zit je vast? Daar wou ik straks ook vast zitten. Daar wou ik ook, maar kom je niet meer uit. Daar zit je vast. Aan het einde zitten poortjes. Yep. Nou, Martje, tot in prison. Ja. Dat is echt heel mooi. Tot in prison. Nee, ik lach me rot. Dit is Martje. Vast. Ja, ik zat inderdaad vast. Echt vet kloten. Ik heb even TeamSpeak gemute even hier. Want ze praten echt alleen maar door elkaar heen. Ik probeerde op deze manier even te kijken of er een uitweg was. Nou, zoals je kan zien. Het is alleen één lange rit. Ik ben hier 1 keer eerder geweest. Ik weet niet meer wanneer dat was. Maar toen kon je... Maar kon je dan wel of niet naar het riool? Ik weet het niet meer zeker. Nee, ik weet het niet meer. Je kon hier wel iets. Je kon er weer in of eruit. Er was iets mee. Ik weet het niet precies wat. In ieder geval, we gaan even dit stukje afkijken. Dat ik kijk waar ik uit kan komen. Nou, dit was... ik weet niet wat dat was. Maar het zal wel iets moois. Prachtig. Heel mooi. Doorlopen. Ik dacht echt elke keer, oh het stopt elk moment. Oeh, ik hoorde iets of zo. Nou, vervolgens was ik gaan doorlopen, doorlopen. En toen dacht ik, oh my god. Oh nee, Maxime is online. Wat? Daarvoor zei ze van, ja, nee, in de middag zei ze tegen mij van, wacht, ik stuur wel gewoon privé, want ik wil het eigenlijk niet in de wereld. Doe maar. Maxime is weer weg. Oh nee. Goed dat je het privé stuurde trouwens. Want anders had iedereen dat nu gehoord. Maar kunnen wij elkaar zien? Kunnen we ons leeftijdje zien? Nee, denk het niet. Maar oké. Ik ging hier in ieder geval even de video afsluiten. Ik zou de andere keer weer even opnieuw starten met de video. Want de video's duren heel erg lang. Wat gebeurt er met mij op het moment dat ik gepakt word? Want Maxime is dus online. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop jullie ook. Laat even codewoord hashtag Maxime. M-A-X-I-M-E? Ja, denk het wel. Maxime. Heel moeilijk woord. En anders laat je maar even guard achter. Of bewaarder. Of nou, laat iets leuks achter, zou ik zeggen. En dan zie ik jullie heel gauw weer bij de volgende video. En like het nog even als je dat nog niet hebt gedaan, hè. Doei! Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even. Druk gelijk dat belletje even aan. En kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om me heen. En daar kun je op klikken. En dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat.